Goeiedag. Ja, zaterdag gaat het er zo uitzien. Eindelijk weer eens vol of zon en een droge dag waarbij de temperatuur flink gaat oplopen. Ook. Aan de kust, want die temperatuur komt overal boven de 20 graden uit. Laten we maar eens naar de weerkaarten gaan kijken. We beginnen even bij vrijdagmiddag. Dan zien we nog wel een wisselvallig weerbeeld. Regen trekt naar het Noordoosten weg. En in de nacht kan er dan nog wat dikkere bewolking overtrekken. Waar misschien nog een spatje regen uitvalt. Maar zaterdag gaat het steeds meer opklaren. In de avond vanuit het westen weer meer bewolking. En in de nacht, late nacht, kan er dan weer wat regen vallen. Zondag overdag ziet het er grotendeels droog uit. Later op de dag, in de avond passeert er wel weer een storing. Vooral in het binnenland is er dan kans op regen. En dan gaan we weer terug naar een wisselvallig weerpatroon. Kortom, die zaterdag, dat uh, is een uitschieter. En dat het een echte uitschieter is, kunnen we mooi zien aan de temperatuur. Ik heb hier de temperatuurkaart van het harmoniemodel voorgezet. En dan zien we dat in heel het land die temperatuur boven de 20 graden gaat oplopen. Het is dit jaar voor het eerst dat we met dergelijke temperaturen te maken gaan krijgen... Voor het eerst een warme dag, temperatuur 20 graden of hoger, maar lokaal ook voor het eerst een zomerse dag. Want we gaan ervan uit dat in sommige delen van het land, met name in het oosten en zuidoosten, de temperatuur tot 25 graden kan gaan komen. En dat betekent een zomerse temperatuur. Op de kaart ziet dat er als volgt uit. In heel het land, dus boven die 20 graden, 23 tot 25 graden, gaat het worden. De wolkjes die u ziet, dat is vooral hogere sluierbewolking waar de zon goed doorheen komt. Alleen in de vroege ochtend mogelijk nog wat dikkere bewolking die naar het noorden wegschuift. Verder dus een prachtige lentedag, lokaal zelfs zomerse dag. Maar de wind die is ook aanwezig. Want er waait een matige wind rond Windkracht 4 uit zuidelijke richtingen. Aan zee is de wind zelfs af en toe vrij krachtig. Dus wel uit de wind gaan zitten. In de avond neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. En in de loop van de nacht kan er dan hier en daar al wat regen gaan vallen. En dan krijgt u voor mij een tip. Want. Ja, zaterdag een prachtige dag. Misschien denkt u wel, ik ga even de auto wassen. Ik zou het niet doen, want er komt ook saharistof onze kant op. Dat bereikt ons in de loop van zaterdagmiddag, ligt in de nacht nog boven ons. En zondag in de loop van de dag trekt dat weg. Dat saharistof is dus aanwezig op het moment dat in de nacht van zaterdag op zondag er ook weer wat regen gaat vallen. Grote kans dat uw auto er zondagochtend zo uitziet. Allemaal saharistof op de auto. En dat zou dan zonde zijn als u de auto gewassen hebt. Verder op de kaart, nou die ziet er misschien wel wat negatief uit... met al die druppeltjes die er vallen... maar dat is dus vooral in de late nacht, vroege ochtend van zaterdag op zondag... en zondag pas later op de dag, waarschijnlijk pas in de avond... dat er weer wat regen kan vallen. Met andere woorden, overdag is het droog weer... zijn er ook perioden met zon... en de temperatuur tussen de 17 en 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Die temperatuur, dat is gewoon hoog hoor, voor de tijd van het jaar. Wat dat betreft is die temperatuur op zaterdag echt wel extreem te noemen... Nou, dan de maandag. Ja, dan komen we toch langzaam maar zeker weer in dat wisselvallige weerpatroon. De temperatuur blijft nog wel even hoog, maar er kunnen buien vallen. De wind zit tijdelijk ook even in de zuidoosthoek. En dinsdag is ook een wisselvallige dag, waarbij opvalt dat de temperatuur dan weer een stuk lager is, met 13 of 14 graden. Fijn weekend en geniet van de zaterdag.